Ik kijk een beetje wat goed bij elkaar past, wat ik leuk vind. En dan ga ik gewoon aan de slag. Bijna 12 jaar oud en nu al een webshop met eigen gemaakte sieraadjes. Bo maakt alles zelf en doneert de opbrengst aan het vergeten kind. Nou, ik vond sieraden maken altijd al heel leuk. En toen leek het me wel leuk om ze te gaan verkopen. Alleen ik wilde wel graag uniek blijven en daarom besloot ik het om het voor het vergeten kind te doen. Omdat juist kinderen in coronatijd, sommige kinderen het heel lastig hebben. En niet alle mensen denken daarover na. En ik vond het wel goed om daar aandacht aan te besteden. Ik heb laatst een bestelling van €200 gehad. Toen was de website bijna uitverkocht. Al een paar klasgenootjes hebben dingen gekocht bij mij. Het is eigenlijk gewoon mijn hobby. Ik ben nu ook bezig met een armbandje. Ik heb nu een panterbedeltje eraan gemaakt. En ik gebruik blauwe, witte en beige kraaltjes. En die wil ik dan ook op de website gaan zetten. Soms helpt mama of vriendinnetjes nog wel eens mee. Maar het meeste doe ik wel zelf. Ik wil me heel graag inschrijven bij de Kamer van Koophandel, maar dat kan nu nog niet. Maar als ik dat heb gedaan, dan wil ik wel ook heel graag kleding gaan verkopen. Een eigen bedrijfje lijkt me wel heel leuk.